Hartelijk welkom. We zijn in Lienden bij de Corso-vereniging Lienden-Ommeren. Hier in de hal van de gemeente, daar wordt druk gebouwd aan een wagen. Een wagen die anders is dan de meest gangbare wagens, want hij bestaat voornamelijk uit hout. Wat het allemaal inhoudt met die molens en die gebouwen, dat proberen we even te achterhalen door even aan iemand van de mensen die hier aan het werk is te vragen wat het allemaal voorstelt. We hebben hier een van de bouwers bij ons en dat is Martijn van Weel. Martijn, zit je lekker? Ik zit prima. Ja, dan kunnen we elkaar tenminste recht in de ogen kijken. Nou zitten we op ooghoogte, ja, dat klopt. Ja. Dat is makkelijker, hè? Ja. Veel makkelijker. Ik zei zojuist, een wagen die anders is dan de meeste andere wagens die gebouwd worden voor het Corso. Want deze bestaat voor de ondergrond voornamelijk uit of van hout. Ja, dat klopt, ja. De dames die hadden een ontwerp bedacht, de Zaanse Schans. En tijdens de presentatie hadden wij maar even bedacht om hem van hout te maken. Dus het is wat makkelijker dan ijzer. Dus het ging vlot. Als je een beetje hout hebt, gaat zagen, gaat makkelijk. En in een avondje tijd kun je best een hoop doen met hout. Ja, met hout. Als ik zo even rondkijk, Martijn, en eventjes stel, dan denk ik dat we zitten aan vierkante meters tussen de 175 en de 210 vierkante meter. Ja, dat klopt ongeveer, ja. 200 vierkante meter ongeveer. Dus we hebben aardig wat gedaan, zeg maar. Kun je een aardig huisje van betimmeren? In ieder geval een heel eind komen? Ja, in principe zouden we er heel eind mee kunnen komen, ja, om een huis te bouwen. Ja, dat klopt, ja. Ja. Maar de basis is klaar, hè? Als ik het zo bekijk. Jullie zijn nog bezig met een paar molentjes eraan te bevestigen, wat molenwieken te maken, et cetera. Maar het grote werk is al gebeurd. Ja, het grote werk is al, ik denk al wel een week of twee klaar. En we zijn bezig om de molens te laten draaien nog. En dat is eigenlijk het enige. Dan kunnen de dames beginnen met plakwerkzaamheden. Ja. Die molenwieken die gaan draaien straks op het parcours. Worden die aangedreven door de wielen van de wagen zelf of zit er mankracht achter? Nee, er zit geen mankracht achter. We hebben een aggregaat wordt er ingebouwd straks. En we hebben drie elektromotoren die apart geschakeld zijn. Dus alle drie de molens draaien apart op een motortje, zeg maar. Dus, dat is toch redelijk uniek? Ja, dat kun je redelijk uniek noemen, ja, dat klopt. Ja. Ja. Hebben ze ook nog verschillende snelheden of weet je dat niet? Nee, ze draaien allemaal hetzelfde. Ongeveer 4-5 omwentelingen per minuut, dus dat is goed te doen. Ja. Aan de linkerkant, daar draaien ze rechtsom en aan de rechterkant moeten ze dan linksom draaien. Als de wind uit dezelfde hoek komt. Heb je daaraan gedacht? Nou, ik weet dat een molen altijd linksom draait, maar ja, ik weet niet of dat we dat met die motoren nog kunnen veranderen. Dat gaan we nog even uitzoeken, maar in principe is het de bedoeling om ze allemaal dezelfde kant op te laten draaien. Ja, dus. Want normaal draait een molen tegen de wind in, ja. Maar dat kunnen deze niet. Nee, op nog niet. Maar misschien zou het kunnen. Misschien dat we dat is nog een verrassing misschien. Misschien nog wel een verrassing, ja, misschien wel. Ja. Laten we het hopen, we doen ons best. Nou, prachtig, we zijn in vol en blijde verwachting wat dat allemaal op gaat leveren. Hey, binnen een paar dagen kunnen jullie gaan plakken met het harde fruit, hè? Nou, is de bedoeling dat we nog met zaad gaan beginnen. Ja, zaad dan eigenlijk. Ja, alle tekeningen zitten er nog niet op. De dames willen nog wat meer tekeningen erin op aanbrengen. En dan over 2-3 weken willen we gaan starten met het zaad plakken. En dan daarna de laatste week eigenlijk het verse fruit pas. Hè. Dus, dus over 2-3 weken dan hopen we wat van start te kunnen. Hey Martijn, zijn jullie als bouwers blij met die twee dames? Ja, we zijn heel blij. De dames lopen al die jaren al mee gewoon in de plakploeg. En een van de dames die studeert grafisch ontwerp. En die kwam op een gegeven moment met een paar ideeën. En de dames zijn op cursus geweest bij Vistromeland. En die doen het uitstekend. Daar zijn we heel blij mee, zeker weten. Ja. Ik zou zeggen, hou ze er gewoon bij. We doen ons best. Hey Martijn, over een paar weken dan komen we weer eventjes kijken. We blijven jullie gedurende deze bouwperiode regelmatig volgen. Dus jij zorgt dat de koffie klaar is, hè? We doen ons best. En als je een keer later komt, dan staat er altijd een biertje klaar. Dankjewel, jongen. Spreekt ons nog meer aan. Ja, kom helemaal goed. Dankjewel.
Een aantal weken volgen we Linde al op hun werkzaamheden tijdens de bouw van de Corso-wagen, de Zaanse Schans. En voor het eerst vinden we de twee ontwerpsters hier, want die hadden druk met hun studie. Dat zijn Brenda en Leonie. En ja, we hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens de presentatie. Hè? Ja, was al lang geleden weer in Tiel. Nou, daarna zijn wij nog een paar keer hier geweest, maar toen waren jullie nog met je studie bezig. Maar dat maakt niks uit. Brenda, hoe gaat die? Ja, goed. Schiet aardig op. Dus het begint er nou een beetje op te lijken wat het worden moet. Ja, ja. Dus ja. Is het... Ja, jullie hebben dat ontworpen. Het is toch wel imposant met die grote wieken van die molens, moet ik zeggen. Ja, die... Die maken het, hè? Die maken het, dat klopt. Ja, ja, zeker weten. Ja. En ze gaan draaien strakjes. Ja. Dus ja, ik denk dat die de wagen wel goed doen, inderdaad. Ja. Ik denk voor zo'n ontwerp dat je toch een klap van de molen moet hebben gehad. Ja, dat moet je denk ik sowieso voor Corso hebben gehad. Ja. Ja. Het is natuurlijk heel iets anders. Jullie hebben gekozen voor felle hout. Betekent heel veel oppervlakte. Ja, dat klopt. Maar het is wel oppervlaktes die makkelijk bereikbaar zijn. En het was natuurlijk met het bouwen op zich... Het wel makkelijker, ja, dan dat we dit helemaal hadden moeten lassen. Ja. Dan zei ze makkelijk, Leonie, ik zag er net eentje, die zat hier bovenop en die kon er met geen mogelijkheid meer afkomen. Nee, er zijn wel moeilijke plekjes tussen, maar ja, dat hou je bij elke Corso-wagen denk ik wel. Ja. Ik zie hier achter jou, daar heb je al aangegeven wat erop moet. Ja. Spinazie, peterselie, zwarte boon, zilver, uien, pompoen. Wat staat daar nou? Staffleren. Wat is dat nou? Dat is een wit zaadje, een soort slazaad. Zwart zaad, maar dan anders. Ja, maar dan wit. Inderdaad. Een verscheidenheid aan producten die jullie gaan gebruiken, meisje? Ja, we hebben wel geprobeerd om de molens inderdaad een beetje gedetailleerd te houden. Ja. En veel verschillende soorten op te doen. En de rest van de wagen, het rood, het blauw met de golven, die worden allemaal vrij grof en met vers erin. Dus nou ja, dan heb je daar een soort contrast in wat ons wel leuk leek. Je moet fel kleuren. Het is een beetje rood, wit, blauw, Brenda. Hè? Ja, nou, we wouden eigenlijk een beetje een grapje ermee uithalen. Vertel. Nou ja, als gewoon huisje intekenen vonden wij eigenlijk een beetje saai. Mm-hmm. Zaanse Schans. Het is natuurlijk iets typisch Hollands. Dus toen kwamen we op rood, wit, blauw. En rood, wit, blauw alleen was een beetje saai. Nou, wat is nog meer echt Hollands? Molens. Dus zo doen, hebben we hem zo ingetekend. Er zijn veel molens daar ook in dat gebied, Leonie. Dus maakt helemaal niks uit. Hey, hoe zit het met de medewerkers? Er zitten er hier nogal een stel. Ja, de meesten zitten al aan een drankje, maar... Ja, momenteel is het even... Maar nee, het gaat lekker. Het gaat goed. We zijn met een aardig koppeltje. En dat is wel heel fijn. Dat is wel lekker. En als straks iedereen terug is van vakantie, hopen we dat het nog meer aantrekt. We zullen zien. Ja. We wachten het even af. We komen over een paar weken weer even terug om te kijken hoe dat jullie vorderen. Of dat we nog assistentie moeten verlenen, Brenda. Want het maakt ons niet uit, hoor. Nee, nou, kom maar. Alle hulp is welkom. Wij zijn van allemaal thuis, hoor. Ja. Alle hulp is welkom. Ja, oké. Verder nog iets te melden van dat je zegt, nou, dat moet eigenlijk beslist even vermeld worden, want dat is heel belangrijk of heel leuk geworden. Mechanieken, die komen aan de binnenkant, hè? En dan mag hier niemand aan de binnenkant van die wagen kijken, heb ik begrepen. Klopt dat? Ik moet eerlijk zeggen, dat doen die jongens die hem gebouwd hebben. Jij mag er niet in komen. Nou ja, ik bemoei me er niet mee. Hun kunnen dat heel goed en veel beter dan ik. Dus laat hun dat maar prima doen. Dus hun kunnen dat veel beter. Komt wel. Ja. Hey meiden, tot over een paar weken. Jullie hebben nog steeds even vakantie tot september, denk ik, hè? Yes. Ja? Okay. Zie elkaar over een paar weken. Dankjewel en succes. Dankjewel.